Goedemorgen allemaal. Ik wil even iets nieuws laten zien. Nou ja, nieuw. Het is niet echt nieuw, maar het gaat om het volgende. Sinds kort heb ik in mijn winkel de Spectrum Noir alcoholmarkers. En ik heb hier al een paar afdrukjes mee ingekleurd. Op een gegeven moment toen dacht ik van, ik heb nog niet alles. Van de week komt de rest binnen, maar de markers die ik heb, daar heb ik een kleurkaart van gemaakt. In Excel heb ik een schemaatje gemaakt en de kleurtjes op speciaal papier, Nena papier. Dat is geschikt om op te stempelen. Het is geschikt om in te kleuren met alcoholmarkers. En je kunt het ook nog door de printer doen voor de digistems, wanneer je die wil downloaden en uitprinten. Dus, tevens is het natuurlijk makkelijk, als je gaat kleuren, om te kijken van welke kleuren passen het mooiste bij elkaar. Ik ben begonnen, ik heb van een lieve vriendin een aantal afdrukjes gekregen. En onder andere ook deze bloemen. Bloemen zijn niet zo moeilijk om in te kleuren, blaadjes ook niet, dus dat heb ik gedaan. En ik wil nu eigenlijk beginnen met een afbeeldingje. Dat heb ik heel lang geleden eens gekocht bij iemand op een beurs. En die had dus al die stempelafdrukjes, die maakte ze zelf. Dat is onder andere ook deze. Die heb ik ingekleurd. En ik wil nu beginnen met deze kleine honkballer. Ja, en wat voor kleur zal ik doen? Ik denk dat ik zijn petje, ik begin met zijn petje en dat ik daar een groene stift voor neem. En volgens het schema is dat de DG3. Ik ga even kijken in welk doosje die zit. Ik heb de markers hierin zitten. Ik heb van de verpakking een deel afgesneden. Ook een tip van dezelfde vriendin waar ik ze bewaar. En erop geschreven. Ik heb in dit bakje de blauwe en de groene. En dus deze groene pak ik. En dan moet ik hebben de DG3. En de DG3, die zit hierin. En dat is deze kleur. Ik zet de andere bakjes even opzij. De stiften hebben dus een brede punt. Die kan eruit. Je kunt hem vervangen door een spitse punt. Heb ik bij deze nog niet gedaan. En een kleine punt. En met die kleine ga ik beginnen. Ik doe even de bril af, want dan zie ik het beter. Hier is de randjes. Ik ben nog niet zo ster in het inkleuren. Maar ik wil even laten zien dat de inkt toch wel erg mooi overvloeit. Ik ga dus nog een keer eroverheen. Er zit bij de Essentials heet die set, daar zit een blender bij. Die blender is ook los te koop, uiteraard. Nou, wil ik dat petje twee kleurtjes geven. Ik doe deze even. En dan vind ik dat dus die CG2 er goed bij past. Want als je naar de doppen kijkt, ja, die kleuren die komen niet echt overeen met de werkelijkheid. Vandaar dat ik die kleurkaart gemaakt heb, want dan zie je het beter. En dan gaan we dus de tweede gaan we in een lichtere tint doen. Ik weet niet welke honkbalclub eventueel in licht en donkergroen speelt. Dus ik doe maar gewoon even iets. Het gaat om het effect van inkleuren. En eventueel dus het blenden. Zijn klepje. Het klepje doe ik ook met die lichte kleur.
volg wel een beetje de bewegingen van de afdruk. Dan neem ik deze rand weer. Die doe ik weer met de donkere tint. Zo. Dan doen we het vlakje op zijn hoofd ook. En het andere is, als ik het zo bekijk, lijkt het wel zijn haar. Dus dat doe ik even niet. Ik ga nu ook zijn shirtje doen. Ik doe zijn, even kijken, nee, ik begin met de donkere. Doe ik de mouwtjes. Het kraagje. En dit mouwtje. Zo. En dan gaan we maar een streepje maken. Van licht en donker. Donker. Dat is de sluiting. Ja. Andere stukjes doen we in het licht. Ja. Zo. En ik denk dat ik zijn die de knuppel moet dus een beetje beige tint hebben. Dan neem ik voor de GB8. En die zit in het andere bakje. Even kijken. Ik heb hier de grijze en de bruine. En dan hebben we hier GB8. Nou, die heeft dus een hele lichte dop. Terwijl de kleur niet zo licht is. Zo. Dan doe ik zijn schoentjes ook naar bruin. Want het enige wat ik niet heb, dat is een huidkleur. Want die zit in de nalevering. Dus die moet, daar moet ik even mee wachten. Verder wil ik zijn haartjes een licht kleurtje geven. Een beetje blond. En die zit, die stift die zit bij de Essentials. Dat is dezelfde verpakking waar ook de blender bij zit. En ik gebruik hiervoor de EB1. Die gebruik ik voor zijn haartjes. Die is een beetje blond. Zo. Nou. En dan gaan we met de blender. Ga ik toch proberen om wat schaduw erin te werken. Schaduw komt van deze kant. Waar de schaduw komt, is het altijd wat lichter. En ik ga kijken. Zijn broekje moet ik nog doen. Wat geef ik zijn broekje voor een kleur? Nou, dat is een beetje moeilijk. Toch ook maar bruin. En dat wordt dan de TN7. Even kijken. TN7 zit hierin. De TN7, dat is deze. Dat is de dikke punt. Dat is de dunne.
hoor. Nou heb ik op het internet een YouTube filmpje iets gezien. Dat was wel leuk. En eigenlijk wel heel apart. Dat is met de blender een ruitjespatroon maken. En dan denk ik dat het leuk is om in het broekje een ruitjespatroon te maken. Dan gaan we zo schuin weg. 1. Zo. En dan gaan we deze kant. Dus ik weet niet of het te zien is op de camera. Ja, nou is het jammer natuurlijk dat ik geen huidkleur heb, want ik kan eigenlijk nou niet echt verder. Ik vind persoonlijk de kleuren erg mooi, maar ik denk toch dat ik nog een keer met die lichte kleur er overheen ga. Dan vloeit het nog iets meer. En lijkt het of het gedrukt is. Dit is toch even mooier. Ja. Zo. Dan pak ik de donkere nog een keer. Want ik had hier die schaduw gemaakt. Zo. Wat natuurlijk ook heel handig is dat je nu je plaatje kunt aanpassen aan het papier wat je gebruikt voor je kaarten. Dat is natuurlijk altijd met alle plaatjes die je inkleurt. Kun je zelf bepalen wat voor kleur je gebruikt als je je kaart al zeg maar klaar hebt of dat je het idee hebt wat je wil gaan doen. Nou, deze doe ik ook nog een keer. Zo. Nou, mijn honkballetje is klaar en ik weet niet of je het kunt zien, maar je ziet dus een ruitjespatroon in zijn broek. Ik wil er nog eentje doen. Dat is deze van Gorgeous. Ik hoop dat het gaat met het papier. Voor de haartjes ga ik weer die lichte kleur gebruiken, omdat ik momenteel geen andere kleuren heb. Wacht even, deze zit niet goed. Deze moet eruit. Dat is de blender. En de blender die moet in een andere set. We hebben hier de groene. Die gaat even terug. Zo. Dan hebben we hier de set waar ik de haartjes mee doe. Dat is met deze lichte kleur. Dus we maken er maar blond. Ik weet niet wat voor kleur Gorgeous aan haar heeft, maar zodra ik dus de andere kleuren binnen heb, ga ik daar ook even mee aan de slag. Straks ga ik er nog een keer overheen. Dan denk ik dat ik haar een roze jurkje aangeef. Hoewel, ja, ik geef haar een roze jurkje.
dit zijn de roze tinten. De EP3. Dat is een hele lichte. Dit is PP3. Dat is een licht kleurtje. Ik begin met de donkere kleur en ik neem daarvoor de PP5. Deze. Dan ga ik de hartjes mee inkleuren. En de hartjes in haar haar. En het randje aan haar jurkje. Verder ga ik dus het jurkje inkleuren met de PP3. Oh, ik zie dat ze nog een kraagje heeft. Dat kan ik ook even met die een donkerdere kleur doen. Zo. Zo. Ik ga dus gewoon over het donkere heen. Gaan we nog even van links naar rechts om het gelijkmatig te kleuren, zodat je geen afscheidingen ziet. Dit is donkerder dan de bovenkant, dus die moet ik ook nog even doen. Zo. Ja, dan hebben we dus die kousjes. Die gaan we ook maar in die kleuren doen. Zo. Licht en donker. En dan geef ik er alleen andere kleur schoentjes. Ik zal de schoentjes maar in het bruin houden. En dan neem ik dus die GB8. Want die is niet zo donker. Dus weer de grote stift. Zo. Je kunt al zien dat ik nog niet zo bedreven ben, want ik ben over het lijntje gegaan. Dus ik pak even de blender. Ga ik even kijken of ik dat een beetje weg kan werken. Ja, en dan moet ik dus stoppen. Want ik heb geen huidkleur. Die komt van de week binnen. En dan gaan we met de huidkleur verder. Nou, ik vind hem toch wel erg leuk. Hij doet het erg goed. En ik ga nog één keertje over de haartjes heen. Zodat hij iets meer kleur krijgt. Vooral hierbovenop. Daar is het altijd wat donkerder.
streepjes lopen aan de stempel. Ga ik wat donkerder. Zo. Nou, ik vind hem toch wel erg leuk geworden. Nou kan ik dus deze op dezelfde manier gaan doen. Nee, ik leg het even weg. Ik heb hier nog een snoesje van de baby. En die is erg met groen en blauw. Dan neem ik van de groene. Even kijken. Dit gaat even hierin. Deze gaat terug. De rode en de roze heb ik niet meer nodig. Die gaan even terug. Dan hebben we de blender. Die is ook niet nodig meer. De groene. We hebben hier dus de blender. Die gaat even terug in het doosje. Dan hebben we hier de groene. Ik denk dat ik de GC1 neem. De CG1. Ja, het zijn al hele kleine lettertjes. Ik moet even goed kijken. De CG1. Dat is deze. En daar ga ik dus mee de hoofdkleur doen. Daar doe ik zo'n mutsje mee. En zijn jasje. Met kraag. Het bloemetje komt straks in een andere kleur. Zo. Een puntje. Voorzichtig om het bloemetje heen. De bloemetjes maak ik zo blauw. Het werkt ook wel erg fijn met die punt. Die kleine punt. Zo. Zo'n mouwtje. Het is heel erg pieterpeuterig. Zo. Zijn muts moet ook nog. Even de bloemetjes vrij laten. Aan de andere kant had ik misschien beter eerst de bloemetjes kunnen doen en dan de rest. Maar ik probeer het zo. Je kunt het al aardig sturen. Zo. Nou, dan gaan we eens even kijken met de kleur blauw. Deze gaat even hierin. En de blauwe die zit eronder. In het doosje. En dan denk ik, ik heb deze gebruikt. Dat ik... Oei. De TB1 ga nemen. Even kijken hoe dat past. Het is een lichte tint. Als het niet mooi wordt, kan ik er altijd nog overheen. De TB1. Gaan de bloemetjes mee. En de bloemetjes hier op zijn jasje. Zijn houtje. Ja. Je ziet wel verschil. Maar ik denk dat ik toch een iets donkerdere tint ga doen. Eroverheen. Dat iets meer opvalt.
ook even puntjes op zijn muts. Zo. Ja. En dan gaan we zijn broekje contra doen. Doe ik zijn broekje blauw. En hier tussenin. En dan doen we de bloemetjes groen. Ik heb gemerkt dat als je er nog een keer overheen gaat, dat de kleur even mooier, egaler wordt. Uiteraard wordt het dan ook donkerder. Maar je hebt geen witte stukjes ertussenin. Zo. Nou, dan gaan we de bloemetjes groen doen. Dat is deze. Nou, daar hebben we deze voor. Zo. Nou, de emmertjes waar hij mee speelt. Ja, wat zullen we die voor kleur doen? Ik denk maar een bruin tintje. Zo. Die gaat hier ook. Zo. En dan neem ik voor dus de GB8. De GB8, dat is deze. Oh, telefoon. Ja, en dan schiet het net uit. Even kijken. Wat is dit? Goedemorgen met Olga. Hey, hallo. Ja, dank u wel. Ja. Ja, nou ja, wil ik wel hoor. Ja. Goed hoor. Ja, prima. Ja, dat hoop ik wel. Ja, ook lekker. Hè? Ja hoor. Nee, absoluut niet. Nee. Nou, het zonnetje schijnt hier. En nou, vanmorgen was het even een hagelbuitje. Ja, ik was even boodschappen doen. En... Nou, nee, we hebben vandaag in de winkel aquarel workshop. En ik heb even wat gehaald bij de thee voor de dames. Ja. Ja hoor, ja, ik mag niet mopperen. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, die had al gebeld hoor, van de week al. Had ze al even gebeld, maar die zal nog wel bellen. Ja. Ja, bedankt. Heel fijn. En ja, nou, fijn dat je gebeld hebt. Ja, oké. Tot ziens. Dag. Ja, dat heb je als je jarig bent. Hè? Dan krijg je telefoon. Ik denk, nou, ik hou het stil. Maar mooi niet. Dus. Maar ondertussen
Ik schoot dus uit en het is wel jammer. Kijk, en nog meer telefoon en nog meer berichtjes. Nou ja, het is gelukkig maar eens in het jaar. Even kijken hoor. Oh, Facebook. Ja. Nou, leuk allemaal. Van harte gefeliciteerd. Wat leuk, wat lief. Ja, hartstikke lief. Goed. Nou, dan ga ik nu maar stoppen. En kijken of het een beetje gelukt is met de video. Want het is er steeds nog een beetje een puzzeltje van hoe dat ding werkt. Maar goed, ik ga hem nu stopzetten, hoop ik.